Het is feest. Het is oprecht feest. Want er is namelijk een project uitgekomen in No Limits 2. En dit project is echt ongelooflijk gaaf. Het heeft namelijk datzelfde systeem dat die mensen dus kunnen komen via spawnplekjes, via een trein of via een parkeerplaats. En die mensen lopen dan daadwerkelijk door een park heen. En er is iemand ingeslaagd om dit te gebruiken voor een project genaamd Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Een hele mond vol, maar geloof me, dit is natuurlijk wel heel tof. Want dit is een geweldige motorachtbaan, om het zo maar te zeggen. Je wordt een paar keer gelanceerd in een fantastische omgeving. En als we daadwerkelijk ook gewoon met mensen in een park kunnen lopen, is dit echt heel gaaf. Dus ik ben erg benieuwd. Laat het project me inladen en dan gaan we kijken hoe dit eruit ziet. Ik start er voor de eerste keer op en ik ben erg nieuwsgierig. Maar wie heeft dit project gemaakt? Het is namelijk de workshop van DE, Duitsland Wallpaper, of The Wallpaper. En het heet dus, wat ik al zei, Hagrid's Magical. Nou, je kan het lezen. In ieder geval, wil jij dit project downloaden? Het is bijna 1 gig, 912 MB groot. En geüpload op 30 maart, dus nog vrij recentelijk. En als ik de foto's zo zie, dan word ik alleen maar warmer van dit project. Laten we snel induiken in deze Magical Creatures omgeving. Ja, dit systeem zit zeg maar sinds kort in de workshop, dat je het kan gebruiken. We kunnen maximaal 481 mensen inspannen. Nou, we zeggen start pieps. En dan zien we dus ook dat hij al 4 mensen heeft ingespand. Oh, daar komen ze al gelijk. Nou, je ziet ook hoeveel mensen er in de wachtrij staan. En hoeveel mensen er daadwerkelijk in de attractie zitten. Oh, wat gaaf joh. Maar hier komen dus 481 mensen. Zoveel mensen komen hier in dit kleine pleintje. Of op dit kleine pleintje. En het is heel leuk om te zien. Alleen het is misschien een beetje krap om hier dadelijk 480 man te laten lopen. Dus het is verstandig om mezelf ook maar aan te sluiten. Want hoe langer ik wacht, hoe langer het duurt voordat ik natuurlijk in de attractie zelf kan stappen. Ja, ik ga nog niet vliegen, want ik wil nog niet zien hoe het er verder uitziet. Maar we gaan wel de volledige experience natuurlijk ervaren. Hoe is het om als een bezoeker door deze wachtrij te lopen? We kunnen ook nog dingen in de kluisjes doen. Want ja, het lijkt me niet heel handig om een tas mee te nemen tijdens deze onderrijd. En als we dat hebben gedaan, gaan we hier het poortje in. Het poortje door. Dan zien we ook het logo erop. En dan gaan we verder even kijken. Ja, en natuurlijk de omgeving waar deze achtbaan in staat is zo ontzettend groot. We zien al de motor daar in de verte. En ook een groot gedeelte kunnen we hier zien. Wauw, kijk eens even. En ook een indoorhal. En zelfs op die indoorhal zie je ook wat getekende bomen die heel erg aansluiten met de omgeving. Waardoor het bijna niet opvalt. Maar ik zie wel redelijke kleurverschil. Maar het is zo tof gedaan. Heel tof. Beter dan de Panda Droomloods of de Fabula Loods, hoe je het wil noemen. Ik noem me altijd nog Pandadroom, maak het uit. Maar we lopen even door. En misschien is dit wel een beetje voordringen. U bent ook gewoon... U bent de gelukkige, meneer. Serieus. Ja, maar ik ga gewoon met u als eerste in de wachtrij. Ze zijn natuurlijk zo geprogrammeerd dat ze gewoon doorlopen. En eigenlijk kan je er geen interactie mee hebben. En je ziet wel eens bij andere projecten... Dat ze dan, zeg maar, custom shirts aan hebben. Dus met logo's erop en gewoon wat van die hele leuke uitspraken en zo. Dat vind ik heel droog. We gaan een beetje rennen. We zien daar ook van die ventilatortjes. Dus mocht het een beetje warm worden in deze wachtrij, dan heb je in ieder geval wat verkoeling door die ventilatoren. Nou, een beetje slalommen. En dan komen we als het goed is bij Hagrid zijn huisje aan. Are you here? Oh, dit is tof. Dit is heel tof. Aan de buitenrand van het project. Ik hoorde wat commentaar over deze achtbaan, dat de layout niet 100% klopt. Falcon had dat tegen mij gezegd. Hij zegt, joh Vince, het project is uitgekomen, het is heel gaaf. Alleen de layout klopt niet helemaal. Ik denk, ja, nou ja, goed. Dat maakt dan niet heel veel uit misschien. Ofwel, er zijn altijd mensen die dan kritisch kijken naar zo'n attractie natuurlijk. Als de rit maar gewoon leuk is. Vind je niet? En het is gewoon erop gebaseerd. Dat was ook een beoordeling van 3 sterren. Inmiddels zijn dat 4 geworden van meer dan 100 votes. Hè? Meer dan 100 mensen hebben gestemd. En als dit een goede achtbaan is, zal ik ook natuurlijk wel de sterretjes geven aan het project. Nou, leuk ingericht ook. Met een tafeltje. Ik mis nog wel wat muziek. Ik zou natuurlijk zelf ook wat muziek kunnen afspelen. Klinkt altijd beter, hè, met muziek. Sowieso, klinkt altijd veel beter. Magischer ook en past helemaal bij het Harry Potter thema. We hebben hier dan een soort van... Zijn dit de kassen? Ik heb geen idee. We zien wat pompoenen. En allemaal, zijn het aardappels of zijn het stenen? Het zijn magische stenen natuurlijk. Het zijn niet zomaar pompoenen en zomaar stenen natuurlijk. Dit hoort allemaal bij het Harry Potter genre. Of bij het thema van Harry Potter.
En ik hoop nog steeds dat er HBO, die gaat nu natuurlijk een Harry Potter serie maken. Ik hoop dat dat niet gaat floppen. En we hebben al hele toffe series eigenlijk meer van games, hè? Van games, maar nog niet echt van grote franchises. Dus we gaan het zien. Oké. En dan hier gaan we een beetje... Het is vooral veel sla. Het is echt een wachtrij, niet normaal. En ik weet zeker dat we nog steeds geen bezoekers zien daar. Zo snel loop ik. Kijk, nog steeds geen bezoekers. En zijn er al inmiddels 480 gespand? Ik heb echt geen flauw idee. Wel weet ik dat ik als eerste aan de beurt kom. Nog steeds geen bezoekers, hè, daar. Nee, ik loop gewoon echt intens snel. En wat een timing. Is dit een timing of niet? Dit is echt een hele goede timing. Wat een prachtige karretjes. Ja, dit zijn sowieso custom karretjes. Ik ga niet de snelheid kunnen zien van deze attractie. Sowieso niet. Nou, laat me instappen natuurlijk. Ik wil wel de bestuurder zijn. En wat ik al zei, je ziet dus none. Je ziet geen snelheid. Je moet even afwachten. En dan gaan we genieten van de attractie. Oké. Oké, daar gaan we. Ik vind dat zo heerlijk, hè. En dat lampje gaat ook aan. Off you go. Hoppakee. Lekker slalommen natuurlijk. Ja, die muziek is ook zo episch, hè. Heerlijk. Ik zal een beetje zachter zetten, want... Geloof me, J.K. Rowling komt achter me aan. Dat willen we niet. En we gaan hier zo een bochtje. En er zijn echt meerdere lanceringen. Ik geloof dat er echt 3 of 4 zijn. En ik ben ook erg benieuwd. Waarom zie ik geen poppen hier? Ik heb toch het hele bestand gedownload? Oké. Ik had verwacht dat ik wel wat models zou zien. Maar blijkbaar zijn die er niet. Dan hoop ik natuurlijk wel op een model van pluisje. Anders kap ik gelijk de onderuit af natuurlijk. We gaan door het gebouw heen. Hoppakee, de vaart erin. Het is echt een familieattractie natuurlijk. Dat weten we allemaal. Slalomend over het water heen. In een volgende lancering. En ik geloof op het einde dat er pas een intense snelheid komt. Hè? Een intense lancering. En dan kapt hij hem ook snel af, geloof ik. Hè? Dan heeft hij lekker de vaart erin. Hé, hey, pluisje is er. Ach, dat was echt heel schattig. En de auto is er wel. Dus ik snap niet waarom er net nou niks zichtbaar was op dat stukje. Zo, kijk eens. Dat is gaaf. Ik weet niet of dat in het origineel erin zit, maar... Dan gaan we in een indoor gedeelte. Wauw, kijk eens. Oh, dit is gaaf. Allemaal spinnen natuurlijk. En is dat Aragog of zo? Het is in ieder geval een spin die je niet in het donker... of zelfs overdag niet wil tegenkomen. Dus dat is één ding wat zeker is. Oh, allemaal spinnetjes. Ook dat lampje voor op het motortje. Super gaaf. Oh. Ja, duivelstrik of zo heet dat. Dat kennen we allemaal wel. Lumos en hoppakee. Met een soort vrije val naar beneden. Gaan we hier uit de grot. En dan krijgen we volgens mij een van de laatste lanceringen. Oké, go, 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 go. Mooie teaming hoor. Mooi, al die bomen ook. En echt, deze achtbaan is in een intens grote omgeving gebouwd. Het is echt bizar. Ook een vrij lange layout. En is dat dan de 2-3 uur wachten waard? Dat mag jij me vertellen. Ik zie helemaal geen Hagrid. Ik zie geen... Waar is Hagrid? Hij is er gewoon niet. Het is al tof om te zien dat er allemaal van die bezoekers lopen. Met witte shirts, gele shirts, groene shirts, blauw, rood. Klein en groot. Heerlijk dit. Nou, die gaat het station in. Ik moet even wachten natuurlijk. En als het goed is als ik daar sta, dan komt het volgende treintje eraan. Het is echt achter elkaar natuurlijk. Ik weet niet of de capaciteit zo lekker is. Ik kwam er met 2 man naast elkaar... Nou ja, hoeveel treintjes zijn het? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is 12 man per trein. Dus het valt echt wel mee. Dit is wel een mooie view, zeg. En dan ga je naar binnen en dan terug bij het station. Wauw. Oh, ik moet niet op de baan staan, want dan krijg ik problemen. En dan, waar is dan de uitgang? Want hier zou ik helemaal niet moeten komen. Is een beetje gevaarlijk. Even kijken hoor. Hier gingen we instappen, want hier komen ook de mensen. Kijk, en die worden dan geteleporteerd in de attractie zelf. Ja, dat ziet er al een stuk beter uit. Bent u er klaar voor? Gezellig. Vergeet niet uw petje af te doen, hè. Je moest eigenlijk in het kluisje, maar dat geeft niet. Nou ja, dat geeft wel, want hun zijn daar kwijt. Niet mijn probleem. En dan zou ik dus even kijken. Dus onderhoud. Ik heb geen idee waar ik naartoe moet, joh. Ik weet niet waar de uitgang is. Maar ik weet zeker dat we erachter komen. Misschien gewoon hier zo. Kijk. Hier stap je uit. Oh, wacht even. Het is dus een station dat je hier uitstapt. En dan zou je dus hier zo via het gebouw aan de zijkant naar het begin moeten komen. Oh ja, dan ga je weer langs de ingang. Heel gaaf. Wauw, mooi project. Heel mooi project.
Ja, niet alleen maar, is het gebouw bedoeld voor de wachtrij. Aan de achterkant heb je ook nog opslag die je niet ziet vanuit de attractie zelf of wat dan ook. En daar heb je dus een extra opslag. Ja. Dus er kunnen nog veel meer treinen op. Ongelooflijk. Ja, wat een gebied, hè. Wat een prachtige omgeving. Alleen ik miste wel even Hagrid natuurlijk. Ja, vond je dit nou een leuke video? Laat wel een duimpje achter. En wil jij dat ik deze attractie in het echt ga bezoeken? Het staat wel op het verlangenlijstje, dat sowieso. Maar of het er ooit van gekomen, het moet toch wel. Gewoon sparen, denk ik dan maar. Hey, tot de volgende keer bij weer een nieuwe video van No Limits. Doeg!